De mond juli is nog altijd de hooimond. En dat was vroeger een heel gebeuren. Dat hooi bij elkaar kregen. Want hooi, dat was in die tijd zeer voornaam. Het was wintervoer voor het vee. En hoe dat vroeger ging, dat gaan we eens even kijken bij Harry Timmers op de Nibbruk. Die nog op ouderwetse manier zijn hooi binnen ziet te krijgen. Harry, nou zit jij te haren, hè? Ja, dat zie ik, Bart. Maar een zeisje had al nodig, of een zeisje had al nodig om het gras te maaien, hè? Ja, voor het hooien begon. Hoe vroeger moest men een zeis haren om scheren te krijgen? Ja. Ja, maar dat was ook nog een kunst, heb ik hem laten vertellen, om dat goed te doen. Ja, dat was wel een beetje kunst om de vader in al altijd, als je maar zorgt dat je er geen memme aan hoort. Want dan slot je die zijze veel te veel uit elkaar. Die moet ik even proberen zo een gallig mogelijk een beetje uit elkaar te slaan, zodat ze niet zo dik is, dan snijdt ze veel beter. Hè? Oh. Kijk, en dan gingen ze er door nog met die wetstrikkel. Ja. Dan deden ze dan nog langs en dan worden ze scherp en dan sneden ze ook als krap, zeg ik ooit. Maar ik zie zo'n zijsje, ja, daar zit een steel aan, dat noemen ze vroeger ook anders, geloof ik. Een snaad of zo. Ja, maar waar zit er daar die beugel voor aan? Dat wordt, Bart, dat wordt vroeger, als je dat maaide, dan wordt het tot een gezwat gemaaid. En dan wordt dit, dat wordt eigenlijk de toejager. Die moest dat graal toejagen. De naam zeggen dat zo'n beetje, hè. Ja. Kijk, en door is dat eigenlijk... Een veul te maaien of bij elkaar te houden? Ja, of... om het bij elkaar te houden dat op een gezwat kwam liggen. Oh, dat het gelijkmatig uitgelid worden? Ja, dat een beetje bij elkaar kwam liggen. Hè. En daar hij vroeger zette ze dan een band op. Maar aan de hand is dat gewoon zo'n draad geworden. Zeg maar, om goed gras te krijgen, hè? Ja. Moest er van tevoren ook nog wel gebeuren, want wat deden ze hiermee? Oh, dat is een kort vliegje, ja, dan deden ze dan gewoon, als ze gras aan, er gaan juist de koeien gelopen, hè, en dan lagen er overal van die stront erin, hè? Ja. En die moesten met dat riekje uit elkaar geslagen worden, hè? Ja. En dan moesten bekend altijd met koeweer, want dan zit een boer, Harry zet het paard maar binnen en ga maar strauselkrabben of stronten uiteen slaan. En dat wordt altijd werk zo met koeweer. En dit ding, wat was dat er? Dat is een gavel? Dat is een gavel, ja. Maar dat is een heel oud. Ja, dat is een heel oud. Ja, die heeft, geloof ik, Hannes de Krep, die meent dat hij nog gesmeed is. Zo oud is hij wel. Maar dat hadden nodig om te hooien, hè? Ja, om te hooien. Maar eerst moest je dat, als je daar gewoon aan een gezwattel liggen, dat je het gemaaid had met een zijtje, dan moest je daar gewoon op uiteen schudden, hè? Ja. En dan moest je door met die gavel door. Jij zegt uiteen schudden. Ja. Moesten we het dan oplichten? Of ja, dat moesten wel, want er zijn altijd die boeren maar niks aan schudden. Ze moesten altijd dat je maar flink aan werkt. Dat wordt niet zo hard normaal, maar ja, dat wordt dan wel, want dat moest uiteen geschud worden. Hè? Want hoe meer dat je dat uit elkaar gooit, hoe harder het terug natuurlijk. Ja, ja, maar iets is het ook niet breken of zo? Ja, breken kan je er ook tegen zeggen. Ja, dat is ook. Dat kun je op hetzelfde neer. Hè. Zeg maar, dan lag de hooi, of de gemijd gras, dat lag er. En dat moest druigen, maar dat moest ook af en toe omgelid worden. Hè? Ja, dat moest gewenkt worden. Gewenkt worden. Gewenkt, ja. En ja, dat deden ze vroeger met de reef? Met een reef, ja. Met een reef, zeggen ze. Met een reef. Met reef, ja. En dat was toch een heel werk, want het was toch een grote plak wat te reven was. Ja, dat was een grote plak, ja. Maar ja, dat was wel aan het begin. Je had niet die plakken, Bart, die tegenwoordig, als je vroeger zo een halve bunder, dat was al een heel deel. Hè. Ja. Maar dat was meestal een 40 groeien zo, hè. Maar ja, dat moest dan allemaal met een zijsje gemaaid worden. En dat wordt toch wel een heel waardig, ja, ja. Als je eraan moet beginnen. En dan moest het dus wengen. Wengen, midder, ja. Midder reef. Midder of de reef of net een goede. Ja, midder reef. Maar later deden ze het ook met een machine. Hadden ze ook een machine voor? Ja, er is toen die Riekse schudder is gekomen met paard. Hè. Die is er naar de hand op gekomen. En dat wordt een heel uitkomst. Want die werkte hartstikke goed, jong. Dat wordt goed. Maar dat was al heel vroeg. Is dat lang geleden? Ja, die zijn ook wel een. Ik denk dat ook wel 60 jaar geleden hadden die toen. Dus met pertervuur en dan worden de hooi als het ware geschud. Ja, dat worden ook geschud. Hij is een vorkschudder, heet hij eigenlijk officieel. Ja, ja. Kijk, en zo. Zeg, en dan waren we nog niet klaar, want dan moest dat hooi op een dung gedaan worden. Ja, dat moet op een dung. Op duin in het Nederlands. Ja, ja, een dung zeggen ze. Zeg het maar op zijn boekels, wat een dung. Een dung. Ja, dus dat was eigenlijk een wal, of hoe moet ik dat zien? Nou, dat gewoon dat je uiteen gebroken had, ja. Dat wordt dan weer
ik zou mijn zijzegs laten liggen. Yeah. Dat wordt dan gewoon tot een duin gedaan. Een duin zijn dan in Boekelen. Een duin is een officiële naam. Ja. Kijk, wat maar, denk... maar ik heb me ook verteld dat vroeger die duin. Ja. Dat deden met reef. Maar ook later hadden er een machine weer. Daar hadden ook, gewoon, dan deden ze ook met een duin. Die hadden ook gewoon een machine. Die hadden gewoon die den dan een duin zo. Die rolden gewoon als het ware op elkaar. Hè. Gewoon als een duin dat werd dan met een reef doen. Ja. Deden het dan gewoon een machine. Die deden het gewoon. Die draaide er zo bij elkaar tot een ding met die taant er aan zo. En zo kwam dat allemaal tot een ding liggen. Dat was weer veel gemakkelijker, dat plakte ze hard. Maar dat deden ze ook gewoon met pet. Hè. Ja, met pet. Ja. Maar dan hadden ze ook niet zoveel volk nodig. Nee, dan hadden ze zeker niet zoveel volk. En dat scheelt wel zoveel. Hè. Buiten dat je dat allemaal met een reis moet doen, dat scheelt te veel. Ja. Ja, maar ik denk ook dat het kwam in die tijd. Er was vooruitgang ook in de landbouw. Ja, maar ook, ze hadden ook niet altijd meid en knecht meer. Hè. Nee. Dat worden we veel te duur, want die worden afgeskipperd. Als ze komen, dan worden die meid en die knecht. Want dat worden eigenlijk maar een beetje een laas. Want dat kostte allemaal geld. En er gaat een boer al een hele jaren voor in. Als ik die meid of die knecht maar kan betalen. Voor dat kindje dat ze dan verdienden. Ja. Want de verdienen, dat was ook... En de gek, dat wordt ook... Ze zeggen nooit het zout in de pap niet, maar nee, dat wordt... dat wordt ook samen. Ja, alles, de mensen worden overal met tevreden, hè. Ja. Kijk, al verdienen ze niet zoveel. Als ze maar... Het wordt geloofd, als er een stuk of 10 jong thuis... Als ze maar een paar het huis uit worden, dan gaan ze weer wat meer plaats in het overlog, hè. Ja, ook. Kijk, dan, als ze maar een paar... En ze leren op een ander veel beter het werk, zijn ze dan als thuis. Ja. En maar over de hooi, op de hooi terug te komen, hè. Van, er was dan al wat tijd mee gemoeid. Zeker als het ook nog eens een keer in die tijd regende, hè. Ja, dan moest er dik mee liggen. En ze waren er zo nauwen, hè. Dat moest zo druisen als ze binnengehaald worden, hè. Geen spotje water of iets wat dan begon weer te verstikken, zijn ze dan. En te bruien. En te bruien, ja. Dan. En kijk, als je dan op die balken... En als je dan een hooibrui kreeg, dat waren allemaal van de strooiend dak. Ja. Dan wordt het nog gevoorlijk ook nog zo met dat gebrand kreeg, hè, hooibrui. Ja. Kijk, en dat brandde hem de niks dan, of hem de niks, maar ik bedoel, met strooiend dak, dat wordt toch altijd gevolgd, ja. Zeg, boeren, nou hebben we het hooi op de dung liggen, hè? Ja. Is het onderhand, wordt onderhand geen tijd om te schaften, want ik kreeg honger. Weet je wel dat we al van 5:30 af bezig zijn? Ja, we zijn al aan begonnen, ja, dat weet ik wel. Dat kunnen we wel eens doen, ja. Zo, ik heb wat eten bij me. Oh. Dan, hey. Dat hebben we goed gedaan, Oh, dat ziet er goed uit. Dus ik heb hier wat koken. Bart, die rieken een beetje weg, anders kan ik zal wel even. Of moeten we door mee eten met die Nee, dat zal wel niet. Ik dacht met die riek dat we moeten eten, dat is toch wel erg. Ik zal eventjes openmaken. Oh, ik zal mijn zijtjes maar, even... Waar schaft de pot? Ja, pannenkoek. Deze daar vroeger nou ook zo, hè? In... Ja. Oh. Of wel in een tas. Dat is streuf. Pannenkoek, zullen we nou zeggen. Ja, streuf hebben we nou. Ja. Vroeger dan nou, brachten ze het eten naar het veld, hè? Ja. Zo. Maar dat was natuurlijk ook weer vlug door te kunnen gaan. Ja, natuurlijk. Kijk, want als jij heel weet van huis af woont, dan moest je toch wel zorgen dat je eten had op het veld. Want anders dan moest je op en neer. Ja. En dat duurde veel te lang. En dan als het goede weer is, dan moet er... Er moest gewerkt worden. Dan moet er gewerkt worden, natuurlijk. Anders dan... Maar hoe verklaarde jij dat dan... ik heb me laten vertellen, en dat weet ik ook nog, dat ze vroeger... Dan smiddags ging de boer, die ging toch een schof te bed, hè? Ja, als je tijd had. Oh, als je tijd had. Als je tijd had. Maar in een drukke tijd niet? Natuurlijk niet, want dat kon hij niet. Nee. Tenminste, en dan als de boer te bed ging, dan mocht hij gerust... Maar de knaagd en de meid konden toch vast werken. Oh, die hoefde toch niet per se te En daarom worden het eten bij de boer in het veld gebracht. Ja. Dus er worden even geschaft en dan worden er even gezeten. Ja. Kijk, en als je dan had gezeten, dan ging jij weer aan het werken. Dus dat hooi omhoog had, of net wat je moest doen, dat snapte wel, hè. Nou moeten we hooien, dus... Maar als er nou een boer en je had een arbeider, had je bekend nooit in slopen, smiddags. Die zouden van verrekken, maar dan word je nooit sloper. Als je een knaag of een arbeider had. Natuurlijk niet, maar dan moest er gewerkt worden. Natuurlijk, ja, die knaag, die arbeider, die kost geld. Ja, zeg, boer, moet ik beginnen? Ja, want die koek wordt kaal. Als die koek die wordt kaal, hè? Is al kaal, denk ik. Vroeger, Harry, hè? Ja. Dan deze het hooi op een hoop, hè? Of een opper, of hoe noemde je dat? Ja, een opper. Eerst hadden we wateruppertjes. Maar dan deden ze het gewoon, als ze tijd hadden om binnen te halen, dan deden ze het gewoon op een opper eigenlijk. Ja. Die worden weer 5 keer zo groot, dat zeggen als een wateruppert. Kijk, dan wordt dat weer groter. En dan worden, als dat goede truiden, dan wordt het gewoon van die opper binnengelaaien. Hè. Ja.
gewoon binnengehaald. Maar als het nou niet vertrouwde, want hij is dan weer iets gesloten, maar dan kwam gewoon de ruiter. Hè. Ja. Kijk, en dan konden ze het kruis, dan worden ze op die ruiter gezet. En dan konden ze het kruis 3 weken laten staan. Want dan worden ze zo mooi druigen. Kijk, dan wordt al gewaarborgd als maar aan een ruiter zo wordt. Kijk, en dan kon het gewoon binnenhalen wanneer je het beste uitkwam. Dat was gewoon een 3-pout, hè? Dat worden dus een 3-pout, ja. En dan, en dan zetten ze het gewoon, de stapel tegen hun ogen. Het is heel eenvoudig eigenlijk. Ja, en dan zagen we ook nog dat ze er iets overheen hingen om het bij elkaar te houden. Ja, daar hongen ze een paar steen over of ze zetten er ooit een andere ruiter overheen. Gewoon dat hij niet opwaaide. Want dat was dik dat er zo'n wikskoer kwam. Kijk, en vooral in het begin, als dat hooi los op elkaar zat, dan wordt er nog wel eens wat afwaaien boven die mutsje zo. Maar zeg, en dan, Harry, dan lot er en dan wordt het binnengehaald, hè? Als het helemaal druig was. Dan wordt het binnengehaald, ja. En hoe ging dat? Dan moesten we de balken. Ja, dan moesten we de balken. Dan worden gewoon, ja, met part en kar worden dat gehaald, hè? Nou, en dan moest dan gewoon op de balken geschoten worden door zo gat boven het huis. Ja. En dan moest dan gelijk boven in de houtbalken gefrot worden. Dat werd gehaald, en dat worden waar, joh. Er wordt warm onder die... Ja, en het vrouwenvolk moest er ook mee helpen dan? Ja, het vrouwenvolk dat moest wel mee helpen, maar dan moet bekant nooit niet meer naar boven. Hè, want dan wordt eigenlijk... Nee, dat wordt een gevolg. Was dat een gevolg? Ja, dat is er afzoom vallen of... Nee, of nee, dat wordt eigenlijk zo meer... Was het toen al hooibrui? Ja, dat zou eraf kregen, maar dat vertrouwden ze toen niet goed. Die moesten meestal onder met een braai sok of iets zo, als ze... Met pad bleven. Oh, met pad bleven. Dat die ging verstaan. Die worden dan zo'n grote... Ja. Hoverzakken in de kop gestoken dan, dat paard dan. Kijk, en dan bleef je meestal wel staan, want hij had honger zat. Ja. Maar als er de vrouw wel het best doet, dan bleef je nog beter staan. Zeg, boer, dan heb ik al vanaf morgen, van 5:30 af hier mee gesjouwd. Ja, en nou op de opper of ruiter gezet. Hè? Ja. Waar is mijn daggeld? Ja. Wat was dat vroeger? Nou. Niet veel meer is de kost? Nee, niet veel meer. En dan, ja, de kost, en dan kreeg je er zo... 40 naar de 75 cent zo, dan moest het al niet klaar. Dan let ik aan hoe groot dat geworden wist al. En dat was een lange dag? En dan had ik een lange dag, ja. Van 5:30 tot donker toe? Ja, tot een uur of 9:30 zo. Je moest de hele dag werken, jongen. En er wordt nooit niet over geklaagd, toch? Ja, dat ging toch allemaal... Oh. De mensen wisten niet beter. Maar als ze thuis kwamen, moesten ze ook wat dik aan het werken. Ik zie dan wel wat ik beur vanavond. Ja, daar komen we wel over in. Nou, en dan hoop ik dat jij hooi druig binnenkrijgt. Ja, dat zal ik proberen. Als de loog te zien, zal dat handig lukken, denk ik. Ja, dat lukt wel. Succes ermee dan. Ja, ik zou zeggen, proost. Op het hooi. Op het hooi. Ja.